Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP Divalmore. En vandaag ga ik op pad met het MMT, met de Lifeliner achter mij en de, ja, de auto, de Touareg. Deze is gemaakt door Wandermods, shout-out naar hem. En de Lifeliner is gemaakt door Topmods met daarbij de skin van... Ja... Die heeft toen die skin hier overheen geplaatst. Dit is een hele moeilijke skin, dus de skin klopt misschien niet helemaal. Vergeef alles en iedereen daarvoor. Maar hij ziet eruit als een Lifeliner, we herkennen hem als een Lifeliner. Dus daar gaat het toch om. Deze is ook wel, ik weet niet of er al een interieurtje in zit. Ja, er zit een interieur in zeker, maar of er al een hulpdienst interieur in zit. Moeten we eens even spieken. Ja, is sowieso een dik interieur, dat wel. Nu heb je dat scherm daar in het midden, ik zal er even naar wijzen. Dat. Daar is sowieso het MDT, dus eigenlijk alles waar de informatie en de route en zo in wordt gezet door de meldkamer was daarin verwerkt. Dus dan, ja, dat blijft daar. Ja, en what the fuck heb je aan, zullen jullie je afvragen. Maar dat, dat is een combinatie van een ambubroek en een MMT trui. En dat is niet zomaar door mij... dat is niet zonder reden aangedaan door mij. Dus namelijk omdat we een... omdat er een nieuwe uniform van de MMT zijn, dan hebben ze gewoon de ambubroek aan. Met daarboven nog iets oranjes. En dat oranjes, dat is niet zoals deze. Dat is dan ook weer nieuw, maar dat vind ik zo lelijk uitzien. Dus ik dacht, ik pak gewoon een ambubroek met de trui. Dus dat je toch wel ziet dat ik MMT ben, maar toch weer het nieuwe uniform een beetje heb. We zijn dus MMT, Mobiel Medisch Team, Trauma Helikopter, Lifeliner 2. Je hebt er honderden benamingen voor. En wat gaan we vandaag aan doen? We gaan natuurlijk naar meldingen waar ik nodig ben. Waar de Trauma Helikopter nodig is, waar de dokter nodig is. Want er zit natuurlijk een dokter op. In het echt zit er een piloot, een verpleegkundige en een arts op. Vervolgens als de... als ze niet met de helikopter gaan, ja, dan blijft de piloot weg en dan hebben ze een chauffeur. Nu zit jij natuurlijk al achter je computertje je toetsenbord voor je te pakken en keihard op dat toetsenbord te rammen. Want je hebt alweer commentaar van, nee, want de verpleegkundige rijdt. Dat is niet in elke regio. Er is ook een specifieke MMT-chauffeur. Die dus niet vliegt. Die dus ook niet meegaat met die helikopter. Die alleen rijdt als ze met de auto gaan. Is niet in elke regio, dat weet ik zelf ook. Maar voordat jullie weer komen van, ja, dit, dat, zo en dat klopt niet wat je zegt... Het is niet misschien in jouw regio. Ik weet ook echt niet in welke regio het wel is en in welke regio niet. Wat ik wel weet is, hij is er zeker. Want ik ken er eentje toevallig. Die is gewoon ambulancechauffeur en daarbij nog MMT-chauffeur. Hou nog iets te melden. Ja, dus we gaan de meldingen af waar het nodig is. Dat kan reanimatie zijn. Dat kan een ernstig auto-ongeval zijn. Dat kan een amputatie zijn van een arm of een been. Dat kunnen schotwonden, steekwonden... kinderen die zwaar zijn gevallen, val van hoogte, noem maar op. Het best druk dus eigenlijk. Ik ga zo meteen ook naar de burgers toe. Of in ieder geval een berichtje sturen en zeggen, hey boys, ik ben vanavond Mobiel Medisch Team. Maak er gebruik van. Maak je meldingen iets ernstiger. Zo krijgen jullie hopelijk een hele leuke video. En zo heb ik ook nog wat te doen. Dus nee, dat is een beetje de gang van zaken. En het kan zomaar zijn dat de server het niet gaat doen. Dat wil ik niet zeggen, maar ik zie oh no en... Het begint geloof ik alweer. We hebben namelijk een nieuwe server. Je ziet de chat een beetje anders zijn. En het is... Ja, we hebben sinds gisteren een nieuwe server. En ja, nou god. We beginnen weer Citybug. We gaan eens kijken of deze video vandaag kan worden hervat. Of dat we dit gaan doen over verschillende dagen. Intro is in ieder geval opgenomen. Wat ik origineel wilde zeggen. Er is een primaire inzet van MMT. En een secundaire inzet MMT. Primair is dat je direct, ja ik krijg ook Citybug geloof ik, ja, dat je direct met de intake van de meldkamer wordt meegestuurd. Dus bijvoorbeeld er wordt gezegd, nou er wordt gebeld, ja goeiedag, wat is er aan de hand? Dat is dan de meldkamer. Ja, mijn man is gevallen van 10 meter hoogte van het dak en hij ligt in hier niet in spreekbaar. Oké, twee ambu's, MMT, over de G, hoppa die kant op. Dat is primaire inzet. Kan ook zijn
Ja, goeiedag, mijn man is gevallen. Oké, ja, nou goed, ik stuur alvast een ambulance. Ambulance A1, die kan op. Oké, ambulance komt te plaatsen. Ja, waar is Gerle van gevallen? Ja, van dat dak. Oh, wacht, dat is wel 10 meter hoog. Ja, dat klopt. En dan is het, oké, meldkamer, ik wil MMT erbij, secundaire inzet. Primaire inzet wordt, denk ik, heel vaak gecanceld. Of heel vaak. Die kan heel vaak worden gecanceld, omdat het systeem van de meldkamer, ProQA of nog eentje, en NRT of zo, nou ik weet niet precies, die geven eigenlijk een ritvoorstel. Dus er wordt gezegd, hey, jij, er komt een melding binnen, er worden codes ingevoerd door de meldkamer, en daar komt meteen bij te staan, je moet twee keer AMBU en MMT koppelen. Dat kan voor zoveel verschillende dingen zijn. Amputatie, ja, voor hetzelfde geld is iemand niet duidelijk aan de telefoon, volledig in paniek. Amputatie, oké, paniek. De aankomen, ja, dat heeft zijn vingertopje eraf. Oké. Ambulance is vaak eerder dan MMT. MMT wordt afgeroepen of afgeblazen. Of primair mee naar een auto-ongeval, dat is een veel betere voorstel. Auto-ongeval, twee auto's tegen elkaar, zwaar gewond, denken mensen. Ze komen er niet bij, auto half in het water. Oké, MMT te plaatsen, ja, zijn ze inmiddels al uitgestapt of zijn ze goed en spreekbaar, hebben ze stabiele vitale waardes, niks aan het handje, om het maar zo te zeggen. Dus ja, we gaan het vandaag ook zeker meemaken of we nodig zijn en als we nodig zijn waar we kunnen landen en zomaar door. In ieder geval voor nu ga ik de intro, want die is al lang genoeg geweest, ik ben al helemaal kort van adem van het praten, gaan we de intro afkappen. We gaan jullie zien bij of een nieuwe video, in ieder geval een nieuwe dag. Of een nieuwe, een melding gewoon. Dus stay tuned en tot zo. Sowieso tot zo, of dat nou morgen is voor mij dan, of vanmiddag of vanavond, dat zien we dan. Doei. Ik krijg een melding van een reanimatie van een koter, een kindje. Rukken groots uit met de ambulance crew, zeg maar. En even kijken waar het precies is. 388, dat is hier zo. Dat betreft op een terrein, daar kan ik best goed landen in de omgeving. Dat betekent ook dat wij gaan vliegen. Ik heb geloof ik een spraakaanvraag gedaan, ik weet het zelf al niet meer. Ah, ik moet wel even unlocken natuurlijk. We zijn alleen, hè, dus ik kan niet... Ik heb geen collega die mij kan assisteren bij... het checken van het opstijgen of dadelijk het vliegen, et cetera. Dat doen we allemaal alleen. Dat heb ik laatst al eens uitgelegd. We hebben niet een hele grote opkomst vaak. Dus daardoor kun je misschien soms zeggen, je rijdt samen op een AMBU of vlieg samen op MT. Maar over het algemeen niet. We gaan nogmaals een spraakaanvraag doen. Ik geloof dat ik hem toch niet had gedaan. Bij deze doe ik hem. We gaan opstijgen en we gaan richting locatie. We hopen dat het er allemaal meevalt. Het lijkt een verstikking te zijn. Er staat hartaanval kind, stikt in kauwgombal. Dus je hebt eigenlijk volgens de ABCDE 904 gaat airborne en richting incident 388 over. Ja, lifeline 2 aanvliegend. Bedankt, dankjewel. En dat. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het woord airborne een goed woord is. Ik heb het wel eens gehoord, dus het klonk cool. Nee, als je gaat kijken natuurlijk naar de ABCDE. Airway breathing, circulation, disability, exposure. Allemaal dure woorden, maar waar het op neerkomt. Protocolair moet je als eerste behandelen bij de ambulance. Wat als eerste zou doden. Je gaat natuurlijk niet eerst die hoofdwond behandelen. Of een schaafwond op het hoofd, beter gezegd. Je gaat dan natuurlijk allereerst de luchtweg bekijken. Is de luchtweg niet vrij? Wat in dit geval het geval is, want er zit een kauwgombal in. Nou, dan gaat de ademhaling ook niet aanwezig zijn. Want je kunt niet ademen als je iets in je luchtweg hebt. Als je niet kunt ademen, dan stop je hartslag ermee. Stop je hartslag ermee, zit je dus in de C, ga je naar de D, heb je geen bewustzijn meer. Dus zo kun je dus wel beginnen bij de E en dan naar de A gaan. Maar dan is er dus eigenlijk, is hij bij bewustzijn? Nee, hoe komt dat? Nou, dan gaan we naar de hartslag kijken. Is hij er? Nee, hoe komt dat? Heb je ademhaling? Nee, nou, hoe komt dat? In de A, oh, dat is in de kauwgombal. Kun je beter beginnen? Kauwgombal. Oh, oké. Gaat hij dadelijk ademen als we die weg hebben gehaald, et cetera, et cetera. Dus voor nu gaan we aan vliegend. We gaan het ter plaatse even bekijken. En verstikking is sowieso MMT-indicatie, meen ik. Als het om een kind gaat, helemaal. Ik zie geen politie ter plaatse trouwens. Dus ik ga even contact opnemen met de over de G. Over de G, lifeline 2.
Geef bericht, lijn 2. Ja, goede avond. Wij zijn aanvliegend. Ik zie geen politie gekoppeld. Ik weet niet of die wel ter plaatse zijn en of u al een mooi plekje voor mij heeft gevonden om te landen over. Ja, positief. Er is één politie-eenheid ter plaatse. U kunt, mits er een tweede politie-eenheid komt, kunt u hem achter de afzetting neerzetten over. Ter hoogte van de TS. Ja, dat is ontvangen. Ik ga een plekje zoeken. Als ik een betere vind, dan hoort u het van mij over. En dat is begrepen. Wij wachten u af. Ook in deze video zeg ik het weer, microphone activated, microphone muted. Ik laat het gewoon aanstaan, want dan weet ik tenminste of een microfoon aanstaat, ja of nee. En ook hetzelfde als user is moved, was moved to your channel of zoiets of wat ik zei. En you were moved en user joined your channel, noem maar op. Het zijn allemaal dingen, dan weet ik in ieder geval, totdat er iemand in mijn kanaal zit. Ah, oh, het is daar op straat. Ik zie twee politie-eenheden, ik denk dat de hele straat inmiddels wordt afgezet. Lifeline 2 gaat de landing inzetten. Is het veilig om op straat te landen over? De TS wordt iets naar voren gepast. We kunnen maar gewoon op het wegdek plaatsen over. Ik ben op dit moment aan het overleggen met de politie. Ja, dat is ontvangen. We gaan hem daar neerzetten over. Even kijken, ik zie die hele brandhout niet meer namelijk. Over de gele lijflijn 2. Zeg maar. Op dit moment is de politie bezig met een afzetting te maken. Dan kunt u de landing goed en veilig inzetten over. Ja, ik zie al een plekje achter de TS tussen twee palen. Als de politie niet rare dingen gaat doen, dan kan ik hem daar neerzetten over. We hebben een burger die onderdoor rijdt. Nou, ik spot. Landing veilig. 141 voor OVG. Geef bericht. Ja, we hebben een ECG gedaan. Hij heeft een sinusse knoopverstoring. Oké, okay, dat is begrepen. Eerste milligram adrenaline zit er al in. Was al gedaan. We hebben nu een ritme van 12. Oké, okay, positief. Microfoon hier in. Helmpje hier laten. Ja, we snel kijken. Wat kan ik voor je mee hebben? Op dit moment niks, dank je. Oké. Kijk eventjes naar... Is het ritme nu steeds kut? Of, Hallo. Hallo. Sinus knoop ritme. Ah. Sinus knoop vormis, excuse. Ja. 1 milligram adrenaline toen ik asystolie had, nu ritme van 12. 12 is nog steeds niet een ritme waar we iets mee kunnen, dus gaan we daar maar even door. Dat is goed. Hebben we een reden van de reanimatie? Ja, gestikt waarschijnlijk. Oké. Okay. Hoe is de airway nu? Vrij. Volledig vrij? Positief. Oké. Okay. En geïntubeerd? Goed. Negatief. Longen waren goed. Ik ga het gaan slepen naar. Oké. Dus we als jij wilt we intuberen kan het. Nou, het doen we niet, maar we moeten wel even iemand gaan overnemen. Moeten ze natuurlijk afvragen als die kauwgombal weer terug is of het dan effect gaat hebben, of weg is beter gezegd, of dan weer... Kauwgombal is al eruit. Ja, die is eruit en dan moet het dus nu wel weer effect gaan krijgen. Het harden zo. Is 1 milligram adrenaline toegediend. Ja. Positief. Voor de rest geen reden waarvan we denken een andere reanimatie setting, puur de kauwgombal. Negatief. Oké, okay, wat is de saturatie? Die was verlaagd. Wat was het, 88 of zo, zoiets? En nu? Er zit ballon zat er al op. Die hebben we opgezet. Oké. Okay.
Kun je nog eens één ECG voor mij draaien zo meteen? Ja. En even uitprinten beoordelingen muffen. Demir, ben je al geweest op Perlingen? Sorry? Heb jij al moeten reanimeren? Het kan. Ja, simpel ja of nee, anders neem ik Michiel zo over. Alsjeblieft. Ah, neem jij het anders maar even over. Ja, thanks. Prima. Michiel, geef maar aan als het vermoeid raakt. Ja. Wat is zijn gewicht? Ongeveer? Schatten, 30 kilo? Zoiets. Dan mag je 0,3 milligram optrekken. Adrenaline. Ja. En dien je die over een half minuutje toe. Ja. Ik zal trouwens even IV prikken. Heb je de eerste dan toegediend? Ja, niet direct. Wat? We hebben 1 milligram adrenaline toegediend, toch? Ja, positief. Zonder infuus? Ja, een beetje infuus, maar die heb ik non-verbaal geprikt. Ah, ik zo. Nu een hartslag van 25 zag ik, een tensie van 60-30, saturatie 93. Ik moet de agent heel even stoppen. Ik geef de lifehack beoordelen wat hij zegt. Oké, we hebben Rosk. Mag het even zo laten, kijken of hij vanzelf zo blijft. Lijkt stabiel, ik zeg op de brancard in richting Erasmus. Ja, is goed. Ik ga bellen voor je. Top, ben je mee? Ik ga mee, ja. Top. Job, welke wagen gaat rijden? Ben je dit, waar heb je brancard uitgehaald? Uit de 32. Na 32. Oké. Okay. Ja, ik stel voor dat we gewoon schep eronder. Ja, til hem even zo op je. Ja, hij is 30 kilo, hè. Ja, dat kan. Druk achter je daar, hè? Oké, op 3. 1, 2, 3. En leggen we hem voorzichtig op de banka. Grote explosie. Goed, arts. Moet nog een vooraankondiging worden gedaan? Oh, ik was al aan het bellen, joh. Sorry. Oh, sorry. Neem je taken nog over. Wil dat ik achter je daar, hè? Nee, joh. Is goed. Ja. Erasmus met de 32, lifeline 2 gaat mee, geef jij door MKA? Ja, positief. Art ging mee toch? Art stap fictief in. Ziet jou weer bij de hele pad van de Erasmus. Hier is het. Ja, dit is natuurlijk een nadeel als je met z'n tweeën bent, dan zou je kunnen zeggen van de ene die gaat... de ene stapt daadwerkelijk dus de arts in de ambu en de... andere die we gaan met de heli die arts ophalen. Nu zit hij toch fictief in het in de helikopter, in de ambu, dus vlieg ik toch even die kant op. Ik heb mijn helmpje vergeten, excuses daarvoor mensen, vergeef mij, ik ben ook maar een mens. Links is vrij, rechts is vrij, voor ons staat misschien een beetje dicht op mij, maar dat is ook mijn eigen schuld. Er wordt vrolijk naar mij gezwaaid. Ja, gaat de 32 is op dit moment met het slachtoffer vanuit Erasmus toe. De arts van de lifeline 2 gaat daarmee. Ja, van mijn arts mee in ambu, 32 onderweg Erasmus, dankjewel. 41 gaat. 0331. Erasmus. Wij gaan hier nog even de plaats afronden en dan gaan wij naar de kazerne. Ja, voor dan blijkt je wel. Trainen dat gaat. Nou, om je stellen schudden ze al hier beneden. Verstopt weliswaar.
Je ziet hem daar. 132 mk. Niet het knal. Zo. Aankomst. Erasmus Medisch Centrum. Er zijn natuurlijk de Lifeliner 2, als jullie dat nog niet hadden meegekregen. Is dat ook de PH-doc? Nee, nee. Die heeft trouwens ook geen dikke striping erop. Maar ik vond die striping, we vinden die striping wel vet. Hij klopt niet helemaal, hoe komt dat nou? Omdat het echt een pain in the ass is om te skinnen. Dus je kunt hem niet volledig skinnen hoe die echt is. Maar dat heb ik geloof ik al gezegd. Toen heb ik ook gezegd van, er komt een andere versie aan, misschien dat ik daar ook al, of ja, misschien heb ik dat niet meer gezegd. Nogmaals, het was in mei, dus ik weet het echt niet meer. In ieder geval, er komt dus, er zou dus een versie komen. Ik heb hem ook al, maar hij mag niet in de server, omdat ze helemaal niks in de server meer toelaten qua voertuigen. Dat betekent dat we met deze moeten doen. Maar goed, jullie snappen denk ik allemaal wel dat het uitziet als een lifeliner en dat hij ook dient als een lifeliner. Dankjewel, 1131. Want hij heeft natuurlijk wel ook gewoon alle spullen die daar in horen. We gaan nu maar even voor de goede orde een spraak en vraag doen. Dat we weer. Dan is het ook weer vrij vraagteken. Ja, iedereen vrij, vandaar ook de spraak en vraag van de Lifeline 2 even. Ja, bedankt voor de Lifeline 2, bedankt. Edit. Wat wil ik zeggen? Ik weet niet meer, wat was ik aan het zeggen? Ja, achterin ziet er natuurlijk wel uit als een Lifeline, dus we gaan retour naar de post en waar we vandaan kwamen eigenlijk, onze standplaats. We gaan kijken wat ons wat we nog mee gaan maken. We hadden zojuist echt bijna een aanvlieging met een Zulu. Je verwacht natuurlijk niet dat hier, en laat staan op dezelfde hoogte, een helikopter vliegt. En ik vlieg recht op iets af en ik denk, wat is dat? En ik zie een Zulu en ik denk, oh shit. En ik moet echt zo, joef, en de rechts zo voorbij en ik dacht, oh my god. Maar het ging goed. We gaan nu over de legerbasis. Daar hebben wij gewoon toestemming voor. Nou ja, dit is even de makkelijkste route. Het mag officieel niet. Of ja, aan de andere kant. Als je hier zo recht overheen vliegt, dan zul je niet echt last hebben van vliegtuigen die op deze hoogte al opstijgen of landen. Tenzij het een doorstart is, dan moet je echt pech hebben, maar goed. Ja, waarvoor ik de opname weer start, we hebben geen melding, maar we hebben wel Michael. Die was net over de G, die gaat met mij mee verder de dienst draaien. Michael die moet officieel nog worden ingewerkt op het MMT. Maar voor nu gaat hij gewoon met mij mee. Meekijken vooral dan. En wat ik zeg, ja, dan kan ik de mensen achter in de ambu mee. En dan kan hij terugvliegen en mij weer oppikken. Dus zo gaan we het aanpakken. En eventueel ook rijden als we zeggen van we pakken een voertuig. Want die hebben natuurlijk ook nog de Touareg van... officieel is dat ook Groningen. MMT Groningen. Net zoals eigenlijk deze met de dikke striping ook alleen in Groningen vliegt. Maar goed... We zijn natuurlijk Rotterdam, maar het is het ziet er allemaal wat vetter uit. Dus we hebben wat fictieve voertuigen gebruikt.
Even kijken, dat is redelijk in de buurt. We zijn trouwens weer gestart met de opnames. Michael is bij mij nu. Hoi Michael. Wij hebben een melding van een explosie op postcode 920. We gaan samen eens even die route bekijken. En als ik de route zo inschat, want we gaan ergens de snelweg af. Dat is wel echt een zandweg. En dan komen we hier uit. En we kunnen ook zeggen, we pakken de snel, maar gaan we hier via de verharde weg. Zullen we de auto pakken? Maar dan, ja, is goed hoor. Maar dan moeten we even kijken, dan gaan we niet via die zandweg, want daar slip je hem echt gewoon de weg af. Dan zou ik zeggen, rij eerst naar postcode 1001 en dan pak je de route 68 zo naar het incident. Snap je wat ik bedoel? Ja, is goed. Oké, Michael rijdt, ik doe de spraakaanvraag. Betreft een explosie bij het opgraven, dat zou amputatie zijn van een been. Hier staat iets waar ik niet langs kom, ik dacht het al. Een heel raar sirene wat ik erop heb. Pas ik straks even aan voor jullie. Michael hoort het niet, maar ik wel. En jullie kijkers ook. Nou, we hebben natuurlijk... Ben je doof hier? Ja, goede avond, nacht. Wij zijn A1 aanrijdend richting 920 voor een explosief mogelijke amputatie been over. Ja, correct. Uw primair aangevraagd, u aanrijdend. Van allemaal dankjewel. 904 uit. Moet je nog even doorrijden? Ja, zometeen bij 1001 ja. Linksaf. Of linksaf. Ja, linksaf. Nou, rechts gaan ook, maar dan rijden we de zee. Nou, nu ga je natuurlijk ook weer hè, volgens die ABCDE werken. Maar wat daar nog bij komt kijken, en dat heb ik jullie toen straks even bewust niet genoemd, maar wat er eigenlijk nog bij komt kijken is C. C ABCDE. Ja, we zijn rijden, dankzij een andere ongeval. Wat je daarbij ziet is de eerste C. Ik noem dat eigenlijk cruciale verwondingen. En dat wil dus zeggen van begin tot eind en wederom als eerste behandelen wat het eerste zou doden. Dus cruciale bloedingen, slagaderlijke bloedingen. Ga er maar vanuit dat als een been eraf ligt dat er slagaders zijn afgesneden, afgerukt. Ja, dat bloed. Dus dat wil je stoppen. Als je kunt dan wel bij de luchtweg beginnen, maar dat is op dat moment jouw grootste probleem. Dus wat we dadelijk gaan doen is meerdere medicijnen toe laten dienen, vocht aanhangen, misschien zelfs bloedtransfusie, dat heeft het MMT namelijk bij, maar dat daar ga ik jullie in meenemen. En hopelijk ook weer wat in kunnen bijleren. Nogmaals, ik ben zelf ook een dokter, dus ik zal het niet volgens het protocol van MMT perfect doen. Ja, zo mogelijk aangereden, geen last van geen ademhaling. Kunt u contact opnemen met de MK? Ja, zal ik dat vertellen. Wat is postcode? Dat is postcode 595. 595 reanimatie, klopt dat? Correct. Top. Rond 7 rond 7 uur. Ja, voor mijn informatie is het veilig om het incident voor mij onbekend. 381 met de urgent, geef bericht over. Ja, MK, we hebben bij de 132, postcode 595, reanimatie. Jij kan het wel ergens langs. Of dat hij daar toevallig nog iets voor heeft. Ja, 595, geef de 32 even apart. Dankjewel. 81 hebt. Mocht je afvragen, waarom rijdt hij zo raar? Rijdt niet raar, waarschijnlijk is het ook... Even mij luisteren. Voor nu één slachtoffer. Het is natuurlijk ook een beetje altijd hoe is het op zijn scherm? Waarschijnlijk ziet het op zijn scherm allemaal smoother uit, allemaal netter uit dan hoe wij het soms zien. Soms knalt hij ook op mijn scherm ergens tegenaan. Verder naar kijken.
Maar op zijn eigen scherm rijdt hij dan vrolijk verder. En dan spring je dan naar voren en dan weet je, ah, dit was op zijn scherm niet te zien. Naar achter, Lucas, naar achter en dan naar links toe. Naar achter en naar links. Ik zit eens even te kijken. Als je omdraait, nog even. Kunnen wij dadelijk, denk ik, meteen wat bloedtransfusie meenemen? Ja. Oh, dat is daar, ja. Ik vermoed dat alles verder al te plaatsen is, dus als we die even meenemen, dan is het goed. Oh, was 29, hè? Recht voor ons zou er eens moeten zijn, ja. Ik zie hier wat politie. Ah, recht voor ons. Nou, wacht, kunnen we hier langs? Nou ja. Moet je even doorrijden naar rechts, daar staat alles van ons. En de EOD is ook te plaatsen. Rechts voor de EOD. 107 van de EOD. Geen recht. Ja, als het goed is staat hier ergens een ambulance. Wat voor je meenemen? En als het goed is, behalve het bloed. Ja, doe maar voor bloed. Zien wij staan daar. Hé, hey, goeie avond. Hoi, wacht even. Ja, als je toevallig eventjes de kant te krijgen. Ja, als de rest van de spullen van hun komen, dan is dat in orde. Nou, hallo. Hallo, chef. Hallo. Even kijken daarachter. Mogelijk slachtoffer. Is nog niet in de buurt geweest. Ik had even bij EUD kijken of dat veilig is om te benaderen. Hallo. 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 Ja, stel dat EOD in de gelegenheid is dat slachtoffer te krijgen, dan als het daadwerkelijk om amputatie gaat, wil ik eigenlijk een tourniquet eromheen naar deze kant op hebben. EOD in het kanaal? Weebericht. Yes, wij zijn te plaatsen. Wat had Helmpje ons op. Graag verwacht over? Nou, voorlopig is het even weg afzetten. We zijn met een verkenning bezig. Gezien de initiële melding zou gaan dat er een explosie geweest is. Dus we willen eerst het gebied veiliggesteld hebben voordat we... oplopen. Mijn collega is met de robot aan het verkennen op het moment. Op, ja, heb je niet vergeten. Als de afstand wordt gaan wanneer we ons nodig heeft zo. Ja, dat is begrepen. Ja, hier links kruipt er een. Mijn been! Ah. Ik had de zuurste fles voor. Dag meneer. Hallo. Zo. Ik ben Wim, de dokter van de Moeilijk Medisch Team. Mijn collega's komen er ook aan. Ja. Blijf rustig, we gaan jou meteen wat medicatie geven zo meteen. We zien je been, we gaan er ook meteen aan de slag mee. Mijn collega gaat snel de monitor even aansluiten, dan hebben we al beeld. Ben je naartoe zelf gekropen? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik had mijn riem om mijn been. Oké. Okay. Ja, heel goed van jou. Ik wil, wat zie ik aan het been? Ja, er zitten kachtelige randjes. Er zit veel zand in ook. En wel een amputatie. Ja. Oké, goed. Dan wil ik die riem vervangen hebben voor een tourniquet. Michael, als jij dat even wilt doen. Ik wil Lucas een oranje naald het liefst in de, wat is dat, linkerarm. Thijs wil ik dan de lifepack erop. We hebben al wat waardes, hoge hartslag, lage tensie, verdenking, hypovolemische shock tot hier naartoe is aan het gaan. Ik heb het zo koud. Ja, ik snap hem meneer. We gaan nu een infuus prikken. We gaan medicatie toedienen en we gaan starten met denk ik toch wel bloedtransfusie direct. Nou, ik heb de nat in de linkerarm. Hij raakt een shock jongens. Doe trouwens eerst maar even wat vocht. Kun je even ringen aanhangen? Ja, kom. Marco, kun jij propofol Mida optrekken? Dan gaan we hem even weg brengen. Ja, positief. Wat is uw naam, meneer? Ik heet Bas. Bas? Ja. Bas, we gaan jou medicijnen geven dat jij gaat slapen en je zult er wakker worden in het ziekenhuis. Je gaat je er verder niks van herinneren. Oké, okay, dat is goed. Oh, kan ik zijn minizuur optrekken alvast? Doe maar ja. Kijk, nou, ik heb verder geen verdenking inwendig. Nou, doe maar ja. Zo, ik heb tranexaminezuur.
Kun je, ja, Thijs, kun je nog een tweede toegang prikken in de rechterarm? Ja, kom op. Meneer? Word eens wakker. We hebben je nog niks toegediend, je moet even wakker blijven. Hoe gaat het met ademhalen? Nou, zoals je niet aan het ademen hebt, adem maar even normaal. Wil je vast een intubatie zet of zo? Ja, doe maar. Dat er niet een shine stoke gaat. Ja, wil je wachten met de propofol dan? Of nee, doe maar graag. Ja, okay. Tweede infuus zit? Ja. Oké, okay. Links, rechts, mida, propofol. Ja. Meneer, we gaan nu slapen. Oké, okay, intubatie set is klaar. Yes. Controleren of die volledig in slaap is. Positief. Oké, okay, intubatie wordt gedaan. Dat is een snelle. We gaan met de ballon doen, Lucas. Ja, nee, precies, maar dan ligt hij niet klaar. Oké, goed. Dus even top tot teen. We hebben die eerste of de ernstigste bloeding, hebben we, of van begin tot eind, ernstigste bloeding hebben we kunnen stoppen nu met het tourniquet met gewenst resultaat. Zien we verder nog zwaarlijke bloedingen? Nee. Oké, we hebben een verzekerde ademweg nu met een tube. Succesvolle intubatie, beiderzijds komen de ademhalingen goed binnen met de ballon. We hebben een C in verdenking, hypovolemische shock bijna, lage tensie, hoge hartslag. Hopelijk wordt het gereguleerd nu met door het stoppen van de bloeding en medicatie en vulling. We hebben in de D iemand nu met AFPU, maar ja, dat is logisch, want we hebben propofol midden toegediend. En in de E zien we verder naar voorningen top tot teen. Je ziet een stuk metaal in mijn buik. Oké. Tranexaminetje toegediend, Lucas. Ja, is toegediend. Knip het, wil die Matisse even leeg voor mij open knippen? Ja. Oké, okay, wacht, iemand. Het leidend incident. Politie kan geen bericht hebben. Even kijken, ik ga niet meer contacten met de ASO. Wil je ook ziekenhuis? Erasmus. Erasmus, oké, prima. Ja, dat is ontvangen. Dat heeft voor mij iemand al gedaan. Ik ben snelheidsbegrenzing, nu zijn we weg. Oké, keurig. De vitale waardes lijken te stabiliseren. Op dit moment gaan we zo meteen transporteren richting Erasmus. Ja, moet je wel weten dat ik een spullig ga wat? Ja, brancardschep. Ja. 81, geen bericht over. Ja, kun jij Michael even kijken in die wond of we daar op dit moment al even iets mee kunnen doen? Momenteel kunstmatig slaap. Misschien toch even wat schoonmaken. Erasmus, we gaan daar dus daarheen. Mijn been is trouwens nog kachtelig. We weten dat we en het zand en dus het scherm. Ja, vanaf jullie gaan zo meteen naar Erasmus, dankjewel. 381. De wond in mijn buik. Zit niet echt heel niet diep. Eens in. Niet diep, oké, okay, dus we hoeven er niks mee te doen. Nee. Oké. Okay. User left your channel. Ik heb in ieder geval zijn voet al ingepakt. Of zijn stompje ingepakt. Een granaat, ja, dat is begrepen. Ik ga toch alvast aanrijdend. Mijn collega is nog heel even de laatste afronding daar afronden. Dus ik ga toch alvast aanrijdend. Ja, is gehoord, dan sleep ik u alvast die kant op. Oh, is het omgedraaid? Blijf Postcode 22 ook. 22? 22, ja. Ja, dat is begrepen. OPS 818, oftewel ERD is ook aanrijdend. Ja, schort slepen beide die kant op ook. User
dit moment is het lekker achterover zitten en hopen dat mijn collega chauffeur hier goed genoeg rijdt. Kijk, deze... Oh ja, dat gaat wel heel hard. Niet zo goed. Deze sirene klopt dan wel bij deze ambu. Oh, die gaat hard. Wat voor ritme heb je? Abnormaal. Ja. Het start op terug van de 73 naar 71 en dan weer 75 en dan weer 69. Dat is onregelmatig? Ja. P-toppen? Ja. Dat wel. Ja. Oké. We laten het even zo. Oh, dat scheelde heel weinig. Zou bijna gek worden van de sirenes, hè? En meer dan dit hoeven wij niet te doen. Dankjewel, Pik. We gaan weer terug en we gaan kijken of we nog een meldingje kunnen meepakken. En anders gaan we het later voor vandaag. Maar dat gaan jullie vanzelf meemaken. Dus tot zo. Power Street is hier om de hoek, geloof ik. 392. Ja, dan zie je letterlijk het gebouw hier links. Ah. Ja, meld maar gelijk de plaatsen. Oh, hier, rechts, rechts, rechts.
We gaan de lucht in. 904, zegt het maar over. Ja, we rijden toevallig langs zijn te plaatsen over. Ja, 904 toevallig ter plaatse, dankjewel. Ja, net. Is goed, dan ga ik die kant op. En dan had ik graag vervanging mijn kant op gewenst. Ja, ik ga de vervanging de kant op sturen. Ja, we hoeven niet met alle mannen naar boven. Ik denk dat we dat nog niet redden. Ik ga even een inschatting voor je maken. Yep. Is die hier nog? User left your channel. Ja, je zal het hoogte reddingsteam of zo nog wel moeten komen kijken. Officieel moet je echt wel gezekerd zijn om hier naar boven te klimmen en zo. Dan ga je niet op wachten. Negatief. Negatief. Oké, okay. Hi meneer, ik ben Job, ambulance Rotto Rijnmond. Wat is je naam? Fuck aan even. Mijn naam is Piet. Hi Piet. Ik heb even een tourniquet om je been aangelegd. En ik ga nu even een live pack bij aansluiten. Frederik, Wim, ik weet niet hoe je nu genoemd wil worden. Slagadelijk, been amputatie. Tourniquetten zit erop. Veel bloedverlies. Ik ben eigenlijk ook net op de plaats. Dus, val van hoogte. Dat is alle info die ik heb. Volgens mij niet hoger dan bedrijfsongeval. Hoger dan dit wordt het niet, hè. Oké. Okay. Duidelijk verhaal. Goedendag meneer, ik ben Wim. Ik ben de dokter van het mobiel medisch team, ook wel de trauma helikopter genoemd. Ik ga even samen met mijn collega kijken hoe we hier het beste af kunnen halen sowieso. En hoe het verder met u gaat, ja? Ja, helemaal goed. Ik weet niet hoe meneer, maar het gaat niet echt helemaal goed. Maar Dat snap ik. Dat begrijp ik. We gaan even kijken wat we allemaal ter plaatse gaan krijgen. Een TST, daar hebben we niet veel aan allemaal. Is je been volledig af? Ja. En boven de knie of onder de knie? Onder de knie. De knie, okay. Over de GMT. Ben je nu gestopt? Ja, tegen. Ja, we staan hier meer dan dit wordt het boven denk ik niet echt qua personeel. Hoe gaan we deze man hier afkrijgen? Dat mag u zich over gaan ontfermen over. Daar zullen wij ons uiterste best voor doen. Je hoort het zo hopelijk. Ik zal trouwens voor dat Lars naar beneden gaat, dat er dan een extra ambulance naar boven of brandweer naar boven. Ja, ik denk dat brandweer makkelijker is. Ja, denk ik ook, maar ja, niks tegen jou, maar ik denk niet dat we heel veel hebben. Ik wil hem hier zo meteen weg hebben. Oké, goed, dus we hebben een slagadelijke bloeding bij het been, die is geamputeerd. Hebben we de andere helft van het been nog? Ja, boven heb je nog. Bovenbeen hebben we nog, onderbeen, waar is dat allemaal naartoe? Ja, van dat ja, jouw boven nog aan de trap. Ja, die ga ik wel even pakken. Die hangt hier, ja, is oké, keurig. Dus dan hebben we die bloeding wel volledig gestopt. Zit de tourniquet goed genoeg? Bloedt het niet meer? Het bloedt nog wel, want ik slik bloedverdunners. Maar tourniquet is echt gewoon het strakste van het strakste. Tourniquet zit strak. Wel of niet strak genoeg? Wel strak genoeg. Oké, goed. Dus we hebben in ieder geval gezorgd dat de doorbloeding niet meer verder gaat dan waar het hoort, dan de tourniquet. Goed, hoe gaat het met ademhalen? De lucht weg, zie ik daar problemen in? Daar zie je geen probleem in. Oké, goed. Meneer, hoe gaat het met ademhalen? 3, 1 en... of over de G aan de lifeliner 2. U zegt? Ja, even kijken. Hebben jullie... De brandweer is eventjes aan het overleggen. Hebben jullie een klein ziektrapje? Nog dingen waar rekening mee gehouden moet worden met het evacueren van de patiënt? Zo snel mogelijk. Hoe verder niet geïmmobiliseerd te worden wat ik op dit moment vermoed. Nee, oké, helemaal prima. Nee, dan geef ik er gewoon door. Dan hoor ik heb hier de rest van zijn been. Oké, top. Nou ja, die heb ik op dit moment, die nemen we dadelijk wel mee naar het ziekenhuis. Meneer? Ja? Wat was uw naam? Piet. Piet, oh ja, dat had ik half gehoord. Piet, ik ga even naar je longen luisteren. Je mag eens voor mij een paar keer in- en uitademen, hoe je dat normaal ook zou doen. Lars, ga maar naar beneden. Ja, is goed. Niet vallen, AUW. Piet, adem je normaal zo ook? 141 over de grond. Afwijkingen hoorbaar? 141 voor de overgang. Zei je? Hoor ik afwijkingen? Ja, kort twee dingen door elkaar. Wat zei je? Even een momentje hoor. Ja. Beneden aankomt ook.
Ja, prima. Er komt nu brandweer naar boven. Ze gaan hem proberen naar beneden te laten zakken. Hoeveel mensen kunnen nu naar boven? Comfortabel 1, echt moet 2. Oké, er komen nu namelijk 2 naar boven. Anders moet ik even kijken of dat even roleren of dat er eentje nog naar beneden kan. Indien mogelijk. Ja, oké. Okay. Hoi, Frederik. Dat zullen jullie zo zien. Hoor ik afwijkingen als ik naar jouw longen luister? Nee, die zijn ook systematisch. Keurig. Oké. Vitale waardes, hebben we daar iets in waar ik van moet schrikken? 5 minuten staan wachten, redelijk. De pols is iets verhoogd, hartslag is iets verhoogd, maar de waardes zijn goed. Oké, keurig. Oeh, kapje. Iets tachycard. Job, voor de rest zie ik daar geen probleem in. Ik denk dat we snel hebben gehandeld en op dit moment nog geen shockverschijnsel aanwezig zijn. Saturatie, hoe is die? Goed. Keurig. Oké. Okay. We maar zijn met de pijn. Ik zie heel veel brandweer boven. Ja. Is dat normaal? Ik weet niet hoeveel jij er zit. Ik zie er een stuk of 4. 4? Zijn er maar 2 als het goed is. Zijn er maar 2. Ja. En ik heb ook wel iets oranjes aan, maar dat... Mag ik ook zo mooi helm halen? Hoeveel mensen zie je in totaal? In totaal heb ik 3. Nee, ik kom aan deze 3. Kant. Je telt 4 brandweermannen en je ziet 3 man. Keurig. Job, kun jij even een fusje prikken voor mij? Ja. Piet, ben jij er allergisch voor? Voor mijn schoonmoeder. Ja, ik ook. Daar hebben we allemaal last van, denk ik. En voor de rest niks. Daar ben ik nergens allergisch voor. Houden zo. Ik, het idee is dat één iemand vanaf boven hier hem laat zakken. Die andere blijft bij het slachtoffer bij de brancard, terwijl die zakt. Ja, is goed. Check. Jo. Helemaal goed. Wie gaat met slachtoffer? Ik ga VZ. Ja, beide rug. Peter, kan je medicatie toedienen? Dat is een lekker spul. Dan ga je van gek denken, gek zien, gek doen. Maar het heeft wel het effect tegen de pijn en je vergeet hier alles daarna van, ja? Ja, helemaal goed. Keurig. Dus we hebben eigenlijk een volledig stabiele patiënt in dat opzicht wel. Dat is fijn. Brand van mij geluisterd. Ja, positief. Jullie hebben een stabiel slachtoffer zoals. Ja. Oké, nou, hartstikke goed. Vanuit ons is het plan om het slachtoffer in een grote brancard te leggen. Je gaat hem over de reling laten zakken met een van ons. Laten we hem aantouwen naar beneden vieren. Niks meer aan doen, helemaal goed. Wij zijn bezig met de laatste voorbereidingen. Met een minuutje kunnen we beginnen, als dat bij jullie uitkomt. Nee, graag zelfs. Mooi. Kort, korf. Nou, nu is het wachten. Een mooie lijn in. Piet. Ja, tuigjes. Ja. Zie je alle olifanten? Ik zie hele mooie roze olifantjes. Lekker man, het werkt. U zegt. Ja, ook goed. Heb je een klein citrapje van mij? Piet die zit in de hemel, niet letterlijk, maar wel die ziet er als olifantjes. En die gaat, daar gaat het keurig mee. Esketamine gehad. Brandweer doet voorbereidingen. Met een half minuutje gaan we naar beneden over. Helemaal prima, wij wachten jullie op met een bedje. Helemaal goed. Zo, Piet in de hemel was misschien niet de juiste bewoording. Oké. Okay. Wij zijn het zo als je bedoelt. Oké, okay, we draaien Piet anders wel even naar die kant toe. Wat was het geamputeerde been trouwens? Rechts. Of welke? Rechts. Dus dan draai je hem anders even naar mij toe. Tot hij op zijn... Nee, wacht. Jawel. Nou, waar is Piet in? Ah, daar. Tot hij op zijn goede been ligt. Dan leggen we die, die plank van jullie daarachter. En dan leggen we hem zo weer terug erin. Goed plan? Een hartstikke goed plan. Oké, okay, Piet. Die brancard voor ons is trouwens als een soort schepper elkaar. Of, ja, zo'n red... zo'n korf, zeg maar. Ja. Met relingjes helaas. Dus op mij kan dit niet uitvallen. Ik ken hem, ja. Piet, we gaan je draaien naar mij toe, ja? Tel de olifantjes maar. 1 olifantje, 2 olifantje. Ah, Job heeft jou geteld, man. Oké, okay, kom, we gaan. 1, 2, 3, ja. En we gaan weer terug. Keurig, Piet. Goed bezig. We hangen nog even 1 zakje ring aan het raam voor het verloren bloed. En dan kunnen we naar beneden. Nick, check je eigen laatste voorbereidingen. Ga alvast over de reling. Even kijken. Zo. Wat ons betreft is die gereed voor transport. Ik weet niet, ik heb er even een been houden. Legt hij erbij. Ja. Goed. Over de reling.
Ja, ik kan erbij. Hij komt zo meteen naar beneden, schrik er niet van, het geamputeerde been ligt er ook bij. Ik heb die trap. Oké, nee, dat is een beetje een horrorfilm, maar ik zal me best moeten niet schrikken. Dat goed. Nick, zorg er vast dat je veilig over de reling hangt. Joep. De enige goed. Als wij met rietjes de brancard kunnen optillen, voorzichtig de reling laten hangen, dan neem mijn collega hem daarover, laat ze met z'n tweeën, gaan we ze omlaag laten zakken. Ja, kan even voor mij, we gaan echt. Kan jij hem hier in de gaten houden? Dan ga ik alvast naar beneden van daar weer op. Joejoe. Piet, ik zie je zo meteen, hè? Gaan we echt buiten langs of Ja, we gaan echt langs. Dat hebben we vaker gedaan. Hoppa. Kikkeboe. Ja, dit en die heeft Michael vermoord. Zo'n naaitje, weet je wel. Zo'n naai, jong. Ik zie het niet goed, maar Michael, ik denk dat we deze wagen misschien net iets moeten verplaatsen. Maakt niet uit. Hij rijdt gewoon door de brancard heen. Ja, Lucas, dat... We hebben boven Piet liggen. Piet die heeft een bedrijfsongeval gehad, heeft daarbij zijn rechterbeen geamputeerd. Toen ik was eigenlijk direct door ons geplaatst. Met perfecte vrije airway, perfecte breeding, beiderzijds gewoon goed longgeruis. In de C hadden we hemodynamisch eigenlijk heel stabiel, een beetje tachycard, logisch verder. In de D af bu A met een pijnscore redelijk hoog waarvoor die esketamine heeft gehad. Zeg maar. Ja, hij komt jouw kant op. Yes, wij zien hem zo wel komen. Hij is helemaal top. Esketamine ziet hij wat dingen door die er niet zijn. Hij ziet olifantjes en zo. Lekker laten zo. Verder geen verwondingen. Dus redelijk stabiel eigenlijk. Je gaat zo die kant op. Het ziekenhuis mee. Denk het nog niet eens. Dat daar viel Job geloof ik omlaag. Ja, dat was Job die omlaag viel. Nee, ja, zo meteen kunnen we misschien een handje helpen, maar op dit moment niet zo heel veel. Is goed. Geen woord. Yo. Ik zeg niks, ik kan gewoon even kijken. 21, dankjewel. Niks te zien. Kijken. Hoe ver moeten we? Twee twee keer zwaar omhangen. weg of setting, nee. Bijna reanimatie en nou deze. Dus vier keer. Laat slachtoffer heen. Kunnen jullie even, even aan de kant gaan, want hij komt recht op jullie hoofd anders recht. Ja, natuurlijk. Welke ziekenhuis gaat hij heen? Erasmus, wat denk jij dan? Nou, ga ik even zien, trappen jullie in de zin dat jullie aan rijden zijn. Job, ga jij gasten? Slag! Niet meer. Job. Positief. Oké. That's understood, my darling. Job, ik ga niet mee. Je gaat niet mee? Nee, stabiel genoeg. Ja, ik ben aangekomen, maar je komt door. Goed gedaan, Tage. Ik meld jullie hier vrij. Einde dienst voor mij. Ah, ik meld jullie stad. Ja, misschien gaat Michael nog door. Michael, ga je nog MMT? Ja hoor. Ja. Meld ik je vrij. Had jij je ingemeld? Ja. Oké, dan meld ik maar uit. Doe het wel. Dat is jammer van de mooie Touareg. Zo, en ja, nu zijn we weer een dagje verder voor de outro in ieder geval op te nemen. Gisteravond heb ik de video afgemaakt met MMT en vandaag dinsdag 16 juni voor even de beeldvorming voor sommigen als ze dat willen weten. Heb ik de video zitten editen en ik kwam eigenlijk direct op het begin er al achter van oh shit, mijn microfoon. En ik hoop dat het nu ook al beter klinkt. Ik heb toch besloten hem te laten staan. Of in ieder geval toch te uploaden. En daarom zien jullie deze video nu ook. En daarom kijken jullie nu ook deze outro als het goed is. Omdat ik toch wel een vette video vond. Met leuke meldingen. Dus vandaar sorry. Dus vergeef mij voor, voor de microfoon. En ik hoop dat hij binnenkort gewoon weer beter klinkt. Hij stond eigenlijk op 100%. Dus het maximale. En normaal heb ik hier rond de 95%. En dan kan ik er nog wat mee spelen in het edit programma. Dat had ik nu niet gedaan. Hopelijk viel het toch mee. Ik heb er zelf natuurlijk de hele video zitten bekijken tijdens het editen alles bij elkaar. En ik vond het
op zich wel een beetje irritant het geluid, maar het was niet dat ik dacht van nee, dit kun je niet maken om te uploaden. Dus hopelijk vonden jullie het ook niet heel erg. Dank jullie voor het kijken, ik zie jullie graag bij een volgende video. Wat het gaat zijn, zoals ik altijd zeg, ik heb geen idee. Jullie zien het vanzelf. Tot dan, doei!